Ja, hallo iedereen. Ik ben al 4 weken over tijd en ik heb daar juist een zwangerschapstest gedaan. En ik ben nu aan het wachten op het resultaat. Oh, chips, ja. Ja, de test is positief, dus ik ben zwanger. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik denk dat ik gewoon raad ga vragen aan vrienden en aan mijn mama. En dan, ja, dan kan ik dan misschien een beslissing nemen. Ja, zullen we wel zien. Ja! Hey Gerrit. Ah, Dorien. En, waarom zet jij eigenlijk? Ja, ik wou gewoon niet zien of dat was oké was mee. Ah ja, ja. En nu? Ja, ook ja. Ik moest je eigenlijk nog iets vertellen. Ik heb je wel gezegd dat ik mijn regels niet ga tappen. Dat kan, ik weet het niet. Maar ja, ik ben zwanger en ik kom eigenlijk naar hier om te vragen wat je zou willen dat ik doe. Zwanger? Van mij? Ja, niet van iemand anders. Ja, jij wilt het toch niet houden? Ik weet niet wat ik moet doen, dus ik kom gewoon eens langs om te zien. Ja, nee, houden is niet nodig, want uw vrijheid en ik kan nooit meer naar feestjes gaan en jij trouwens ook niet. En dat kost geld en uw studies en mijn voetbalcarrière. Ik bedoel, hoe ga ik dat ooit nog doen? Dat gaat gewoon niet met een kindje. Ja, sorry, dat gaat niet. Dus jij wilt dat ik dat kind vermoord gewoon, dat ik dat leven afpak? Maar dat is niet vermoord, ik heb dat ook zelf gemaakt en dan... Ja, je was daarmee. Je hebt daar toch al een band mee? Je kunt dat toch niet gewoon... Ik heb toch geen band met dat ding in je buik, hoor. Jij kunt gewoon op je geweten hebben dat jij iets een leven van iemand hebt afgepakt en... Maar we kunnen toch kinderen hebben als we wat ouder zijn? We kunnen dat niet over 5 jaar. Nu moeten we dat beslissen. We kunnen dat niet over 5 jaar beslissen. Hè? Dan... Maar jij moet beslissen nu voor abortus en over 5 jaar kunnen we het nog eens proberen. Maar nee, ik kan echt geen kind vermoorden. Kijk, jij wil mijn advies. Dit is mijn advies. Huh? Wat is dat hier? Dat is toch geen zwangerschapstest, hè? Dorien! Ja, mama, wat is er? Waarom moet jij nu zo? Dorien, wat is dat? Ja, mama, ik wou je dat echt al langer vertellen, maar ik durfde niet omdat ik wist dat jij zo ging reageren. Wie is je vader? Ja, Gerrit, ik heb die niet bedrogen. Oh nee, zeg dat niet waar is. Oh, dat kind moet gewoon weg. Nee, maar nee, mama, dat gaat ook niet. Dat jij dat zegt... Nee, een abortus is er misschien wat over, want zo'n onschuldig leven mogen we niet kapot maken, maar... Ja, adoptie is de enige oplossing. Maar alleen maar dat ik 9 maanden in mijn buik had en dan moet ik dat afgeven. Dat... Ja, maar en voor die mensen zal dat een heel mooi geschenk zijn. Zo'n kind, allee, je mag dat toch niet zelf gaan opvoeden of zo? Nee, ik wou gewoon je advies, maar je moet daar niet zo boos om worden. Ik heb dat echt wel niet expres gedaan, hè? En allee, al die kosten, allee, we hebben het nu al niet zo breed. Allee, moeten we nog eens een mond extra gaan voeden? Nee, maar ik zal... Allee, uw school, wat dacht je dan te doen, hè? Maar ik kan dat later terug opbrengen en er zijn zoveel mensen dat doen. Of, allee, als je iets wilt uitgaan, wie moet er dan voor het kind gaan zorgen? De Bonnie natuurlijk, kan je hier fulltime oppas gaan worden. Ik kan mijn verantwoordelijkheid wel nemen. Nee, echt niet. Dat kind moet gewoon weg, dat is de enige. Mama, allee, mama. Allee, verdwijnt uit mijn ogen, ik wil je nu even echt niet zien. Dag oma. Dag, wie zoeken? Zet u neer, zeg. En alles goed met u? Ja, en met u? Ja, ook. Zijn dat wat ze dan doen? Even de beentjes trekken, hè. Ja, maar ik ben eigenlijk naar hier gekomen om iets wel belangrijk te vertellen. Zeg het maar. Ja, dat is niet gemakkelijk om dat tegen u te zeggen, hè, maar ik ben zwanger. Oei. Wie zoeken? Ja. Ja, Dorien. En van wie? Ja, van Gerrit. Van Gerrit. Kijk eens. Ja. En je wilt weten wat je moet doen? Ja, daarom kom ik naar hier. Ja. Dat is wel tof, zo'n kindje. Maar joh, maar ik ben het. Je kunt het niet dood doen, hè? Nee, dat weet ik, hè? Dat weet ik. Ah, wel. En ik kan dat ook niet aan andere mensen geven, want ik heb dat 9 maanden in mijn buik gehad. En dat ah, wel, dan moet je het houden, hè? Ik zal daar wel op passen, hè? Dan kun je oma, er eens uitgaan. Dat gaat toch niet? Allee, ik moet daar elke dag voor zorgen. En ook hoeveel kost dat niet? Ik kan toch niet naar school gaan, leren na school. Ik en zal er wel door schieten. Als ik daarvoor voor mijn achterkleinkind mag zorgen, vind ik dat allemaal goed. Oh, maar dat wil ik helemaal niet. Oh, ik wil gewoon advies. Ja, ik geef u advies, hè. Ah ja, ik zeg, ik zou het bijhouden, want ik zou daar graag voor zorgen. Jij zult daar ook nog plezier in krijgen. Allemaal nieuwe mensen ja, ik ga daar plezier in hebben, maar dat nu is superleuk. Nee, nu niet direct. Nee, maar na een paar moeilijke jaren. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ja, en jullie zijn... Maar Stien!
Ah, ik doe het. Gerrit. Nee, wacht, dit was uitgevallen. Zaak, misschien omdat jij het ook. Ja, ik zie het al gebeuren zo. Opvang bij de Bonnie, opvang bij de Bonnie. Ja, ben ik al mijn vrienden. Nele! Hey, dag mama. Dag Bezoeken. Malader. Dag Bezoeken. Alice. Dag op. Oh nee, Gerrit. Kijk.